Als ik hier de baas zou zijn, dan zou ik een procedure laten schrijven, bijvoorbeeld om de vier mensen een andere kassa open. Maar je doet wel niks. En er is nog iemand anders in die rij, en die gaat met zijn armen omhoog, die draait zich om, spreekt een wildvreemde mens aan en die zegt: allee, wat vind jij daar niet van? Dat trekt er hier toch niet op, hè? Ha, Jonas, Jonas, amai. Zie je, die mensen die beleven diezelfde situatie, maar die gaan daar op een andere manier mee om. Goedenavond. Moons. Rick Moons. Ja, jullie nieuwe baas. Hij staat hier. En ik wil samen met jullie naar een andere dimensie gaan wat onze onderneming betreft. Wij gaan ons geld echt efficiënter benutten dan vorig jaar. Je bedoelt ons geld? Ja, ja, ja. Allee, ja, ons geld, ja. Ah, ja, welkom. Rick is het zeker, hè? Ja, baas is juist gebeld, terwijl ik hier onderweg was. Zal ik eerst een keer iets over mezelf vertellen, hè, wat ik hier juist doe? Dus ja, ik doe eigenlijk drie dingen. Allee, ja, vier eigenlijk. Ja, allee, vijf eigenlijk. Ik had misschien een keer opschrijven. Zo, hè? En dan denk ik, wow, hoe geel kunnen we eigenlijk zijn? Rick, dank u voor uw, zoals meestal, bevlogen uiteenzetting. Ik heb één opmerking. Ik heb één vraag. Maar allee, als dat mogelijk is om een structuur te hebben, zo, allee, zeg maar een procedure, dan wat dan gaan we geen fouten maken. Kijk nu naar mijn hoofd. Wat wil dat zeggen? Zoekt hij geen steun bij zijn omgeving? Mm-hmm. Hij zegt, kom aan, samen ten aanval. Ik heb wel voor jullie de kastanjes uit vuur gehad. Hè. Nu gaat hij me toch een keer helpen om samen tegen blauw aan te gaan. Wat gaat hij dan doen? Niks meer doen. Geel en groen, die hebben deze kant gemeen met elkaar. Ja, van het gevoel. Deze mensen hebben deze as met elkaar gemeen. Maar hier zijn beide assen verschillend. Ik herhaal nog een keer. Iedereen bezit alle kleuren. Per ongeluk een Franstalig kaartje pakt. Dat is een oplossing. Je draait dat om. Oké? Als je dus aangesproken wordt in hoe jij denkt dat je bent, voelt dat heel prettig en aangenaam. En al de rest is mogelijk lichtjes een beetje destabiliserend. Op de impact op andere mensen. Ga daarvoor als je graag ten dienste staat van mensen en bezorgd bent over hun begrip voor jou. Het is niet de bedoeling, als je erin slaagt om de hoofdkleur van iemand te detecteren, is het niet de bedoeling om je te vermommen in die kleur. Je bent goed zoals je zei, je moet dat niet doen. Dat is trouwens een beetje gevaarlijk zelfs. Maar één of twee keren na de ontdekking van de hoofdkleur, ene keer zo een zinnetje dat typisch in zijn vocabularium past. En op het einde van het gesprek, ja, ondertussen heb ik nog een beetje bezig gezien, nog een keer afsluiten met zo'n zinnetje, dat zorgt ervoor dat er connectie is. Het was mooi om te zien. Het was het beste dat ik nu voor u zie. Daar gaan we allemaal in drinken nu. Dank u wel allemaal.